Hi lieve fans en volgers. Dit is een andere plek dan mijn bijkeuken of mijn huis. Dat klopt, we zijn nu op mijn werk, Cecilia, waar ik veel mee help. Wat ik jullie ook al vertelde. Het is het restaurant. Ja. Ik heb vrijdag een aanval gehad. Weet ik niet veel meer van. Dus dat weten ze hier ook. Wordt veel rekening mee gehouden. Is hij zuur? Mijn baas die eet even een zure bloedsinaasappel weg. Ja, klaar? Kan ik je hallo laten zeggen? Dit is mijn liefste baas van de hele wereld. Die een bloedsinaasappel heeft gehad. Wie is dat dan? Een paar duizend man. Ja, jongens, ik heb de 1000 volgers bereikt. Dat is mijn epilepsie channel. Dus, ja. Ja, ik help je zo mee. Dit is mijn collega Mo. Zeg het hallo. Werkt hier ook bij Cecilia. Ja. Ik maak vooral met hem samen altijd de spelletjes klaar. Vind ik leuk. Ja. Mijn vriend werkt hier. Die doet de zorgen. Hebben we hier ons nog de afwasser. Youssef. Voor mijn epilepsie channel. Wat zei je? Epilepsie channel. Wat is dat? Kijk op TikTok, Patricia de Wit 22. Ja, is goed. Ik ga kijken. Ik laat hier zien hoe ik werk en mijn konijnen doe, ondanks mijn ziekte. Oh, leuk, ja. Dus. Succes. Ja, en jij hebt een epilepsie aanval van mij meegemaakt. Oh. Succes. Dus, dat doen we. Zo, mijn schoentjes aan. Wat ik jammer vind, ik heb vrijdag de ambulance gehad en de dokter. En het wordt nog steeds niet serieus genomen dat mensen zoals ik eronder lijden. En niet goed begrijpen wat ze op dat moment moeten doen. Jij zei 2 bakken, Mo. Dit zijn er 3. Ja, 3. Ja, ik heb genoeg gemaakt. Ja, genoeg. Dus ja. Ik hou het dit keer wel kort, want het werk gaat ook gewoon door. Gezellig. Bij de kassa, onder de kassa. Nee, kan die allemaal een kindje. Ook spelen, nek hem wel hard. Ja. Ook kiezen. Ja, gewoon een kindje grappig zijn. Maar goed, ja, dat is het eigenlijk. En bij deze doe ik nu ook een hele korte filmpje. En morgen zien jullie me weer bij de konijntjes. Ook leuk. En dan zullen jullie vast nog wel vaker meemaken van hoe hij werkt. En als klant altijd weer heerlijk spareribs te proeven. Ben je ook altijd welkom voor restaurant Cecilia Oostwold. Kom gezellig langs. Dag!